De parasha van deze week, Vayishlach. Vayishlach Jacob Malachim. Jacob heeft engelen gestuurd, boodschappers, engelen, bij de mogelijkheden wat het geweest zal zijn, naar zijn broer Esav. Dan komt een grote confrontatie. Hoe zal Esav reageren op de ontmoeting met zijn broer Jacob? En Jacob zegt tegen de boodschappers, welke boodschap ze moeten brengen naar broer Esav. Zo moet je het zeggen. Koamar af te gaan Jacob, jouw dienaar Jacob heeft zo gezegd, im Laban garti, bij Laban heb ik gewoond. En nu kom ik naar jou toe. En ik hoop, limtso geen beinega, dat ik gunst in je ogen zal vinden. Dat we vriendelijk, broederlijk met elkaar kunnen omgaan. Maar helaas, de boodschappers komen terug en zeggen tegen Jacob, Banu el Achicha, we zijn bij uw broer geweest, El Esav, bij Esav. En Rashi in zijn commentaar merkt dan op van, het is dan wel uw broer, maar het is nog altijd die ellendige figuur van Esav. En dan begrijpt Jacob dat hij dus maatregelen moet nemen, dat de ontmoeting, want die gaat eraan komen, dat het inderdaad goed zal aflopen. Maar hij zegt dus in Laban garti, bij Laban heb ik gewoond. In het moderne Hebreeuws is garti gewoon inderdaad wonen. Evot agar, waar woon je? Nou, Amstelveen, of in Tel Aviv, wat het ook mogen zijn. Dus dat werkwoord wordt tegenwoordig gebruikt. Maar oorspronkelijk is dat werkwoord eigenlijk van een geer, van een vreemdeling. En dat zegt Jacob, alles bij elkaar ben ik nog steeds een vluchteling. Nog altijd een vreemdeling. Ik ben niet echt een gezetteld iemand geworden. Dat is één ding wat hij zegt. En het andere wat Rashi ook opmerkt, dat woord garti, dat zijn dezelfde letters als tariak. En tariak, dat is 613. En hij zegt eigenlijk tegen zijn broer, ik heb me gehouden aan alle 613 voorschriften. En daarmee wil hij ook zeggen, van, hou er wel rekening mee wat voor figuur ik ben. Ja, en dat ik zeker mag rekenen op de hulp van Hashem. Want ik volg Hashem in mijn doen en laten. Eigenlijk even een opmerking, garti, tariak, 613. Waar komt dat beroemde getal 613 vandaan? Oké, we kennen natuurlijk allemaal het boek Geheim Agent 613, een van onze Joodse klassieken. Maar waar komt dat getal 613 dan eigenlijk vandaan? Torah Tzivalanu Moshe. Dat vinden we helemaal aan het eind van de Torah. Moshe heeft ons de Torah geboden. En kijken we naar de getalwaarde van het woord Torah, want iedere letter in het Ivriet van het alfabet heeft een waarde. Taf, Waf, Resh, He, 400, 6, 200 en 5. En dat is bij elkaar 611. En daar wordt ons dus eigenlijk geleerd dat wij van Hashem via Moshe 611 voorschriften hebben gekregen. En de eerste twee van de Aseret HaDibrot hebben we nog heel apart van Hashem gehoord. Twee. En we hebben dus al 611. Tel daar twee bij op. En dan komen we bij het getal van 613. Dat is dat begrip Tariak Mitzvot. De 613 geboden voorschriften. 248 geboden en 365 verboden. En soms vragen de mensen aan mij, dan komt u nog aan iets anders toe? Bent u de hele dag bezig met die 613 voorschriften? Nou, zo is dat natuurlijk helemaal niet. En dat heeft Jacob dus ook niet altijd de hele tijd gedaan. Maar bij elkaar heeft Jacob geleefd, wat het Torah toen nog niet gegeven was. Maar onze voorouders wel
aanvoelde wat de bedoeling zou gaan worden, dat ze zich dus aan deze voorschriften al op dat moment hebben gehouden. En dan komt inderdaad, nog voor de eigenlijke confrontatie, krijgen we het gevecht van Yaakov met de engel. En die engel, die merkt dat hij Yaakov niet aan kan, grijpt hem dan met zijn heup, verwringt dat. Gelukkig dat het na afloop weer snel in orde is, maar wat komt ons dat eigenlijk vertellen? In deze tijd. En daar heb ik een pirouche, een verklaring op gezien. En die is helaas bijzonder actueel. Esaf staat voor de Satan. Voor de verleider. En die wil dat een Jood zich juist niet zal houden aan al datgene wat Hashem heeft gezegd. Hoe kan je een Jood pakken? En dus verleiden. We hebben al zoveel geleerd. Als men kennis heeft van het Jodendom. Dat is zo overtuigend. Het is zo prachtig. Zo compleet. En je kan God met je hart dienen. Met allerlei gevoelens. En dan heeft Esaf in deze betekenis geen macht over ons. Maar dan komt Esaf. Het is de beschermengel dus van Esaf. En die weet, ja, ik kan ze toch ergens pakken. En helaas is dan een verschijnsel in onze tijd. Ja, die heup, ja, dat verwijst eigenlijk naar het seksuele. En daar, al mag je nog zo vroom zijn, daar kan het toch zijn dat een gegeven ogenblik, dat zien wij helaas in de wereld tegenwoordig, met alles wat je op internet kan vinden en dergelijke, dat mensen niet met hun verstand gepakt, verkeerd gepakt kunnen worden, en niet met hun gevoelens, alleen met die versekste maatschappij waarin wij helaas leven en waar we wel moeten proberen om overeind te blijven. En zo leert de parasha dat de situatie in de wereld zal zijn kort voor de komst van de Mashiach. En dat eigenlijk dan er geen strijd meer zal zijn tussen Yaakov en Esav. Dat een werkelijke harmonie zal zijn hier op de wereld. Dat komt de parasha van deze week ons onder andere vertellen. Een van de psalmen van deze week, dat is psalm 51. En u kunt de psalm vinden in de vertaalde sidur van Dasberg, helemaal achterin, op bladzijde 376. En dat sluit een beetje aan waar we net over spraken. Het is een psalm van koning David. We kennen allemaal de geschiedenis van koning David en Bathsheba. Een hele moeilijke geschiedenis om die te begrijpen. Altijd niet het gaat weer gaan. Atsitakialim komo. Je kan een ander niet beoordelen dat je in precies dezelfde situatie bent gekomen. Eigenlijk kunnen wij dus niet begrijpen wat er nou met bij koning David geweest is. Hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar koning David was iemand die Ruach HaKodesh had. Goddelijke inspiratie. Wij hebben die goddelijke inspiratie niet. En daarom kunnen we het niet beoordelen en inschatten wat er bij koning David gebeurde, die goddelijke inspiratie wel had. En de Gemara zegt dat koning David gezondigd heeft? Nee. Maar dat hij wel goed gevoel heeft gehad, dit had niet mogen gebeuren, dat ja. En dat heeft hij
verwoord in deze psalm 51. Goneni Elohim, kechasdecha, kerovra gamecha, megev v'sha'ai. Wees mijn genade, God, naar uw liefde. Wis met uw groot medelijden mijn misdrijf uit. Kifisha'ai ani ada eda. Ik weet waarin ik gezondigd heb. We gaat dat in ik die tamid. En ik ben dat steeds bewust. En tegen wie heb ik gezondigd? Lega, lewadega, gatati. Uiteindelijk alleen tegen u heb ik gezondigd. Baharabe enega, asiti. En het slechte in uw ogen, dat heb ik gedaan. Maar alsjeblieft, God. Tegabeseni, was mij. Om Michelle Albin, dat ik het nog witter zal worden als sneeuw. Tashmieni, laat mij horen, sason we simcha, blijdschap en vreugde. Leef daarvoor, barali Elohim, schep voor mij een zuiver hart. Altas diegene willen van negen, werp mij niet weg van voor u, maar hashivali, sason yishecha, brengt u aan mij terug de vreugde van uw hulp. En zo moeilijk in zo'n situatie om je tot God te richten. Want koning David heeft de psalm zo geschreven dat hij voor ieder van ons ook van toepassing is. En daarom vragen we Hashem. En dat is die zin die we altijd zeggen aan het begin van de Shmoneh Esrei, van het staande gebed. Hashem, Svatai Tiftach, Ufi Yagit Tehelatecha. Opdat mijn mond uw lof zal verkondigen. En wie ben ik en wat ben ik, dat ik daartoe in staat zou zijn en ik dat zou mogen doen. Daarom vragen we in het begin van die zin. Hashem, Sefatai, Tiftach, wilt u, God, mijn lippen openen? Dat enkele teksten uit deze bijzondere, indringende, aangrijpende psalm van koning David, psalm 51. Wat hebben we deze week te leren uit het boek Tanja? Dat is een hele moeilijke tekst. We hebben bijna het boek uitgeleerd. En daar spreekt de Rebbe over engelen. En als engelen optreden als boodschappers van Hashem, dan staat de naam van Hashem er ook bij. Maar in andere situaties, dan roepen de engelen uit, en wat wij dus citeren in de Kedusha, in de herhaling van het staande gebed van de Shmoneh Esrei, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. Heilig, heilig, heilig. We hebben de gewoonte daarbij om even ons op te heffen. Eventjes, een klein beetje te verheffen. En dan staat dat het ook goed is om dat inderdaad drie keer te doen. Maar de tweede keer iets meer dan de eerste keer. En de derde keer weer iets meer dan de tweede keer. En wat zeggen die engelen hier? Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, dat wordt vertaald met moefdaal, afgezonderd. Engel begrijpt dat Hashem er is. Hij voelt dat aan. En de uitstraling van Gods schina en van Gods majesteit is in die hogere wereld dus dusdanig dat je helemaal niet hoeft te twijfelen aan het bestaan van God. De engel voelt dat. En de engel kan dat begrijpen. Maar als hij tot het maximum, als het ware, gekomen is van wat hij op dat moment begrijpt, is hij zich bewust dat Hashem nog altijd nog hoger is. En stel dat hij dat nog inderdaad dat niveau ook zou kunnen bereiken, dan beseft hij, nee, Hashem is nog hoger. En komt hij dan op dat niveau, dan opnieuw weer steeds hoger. Om even Einstein te citeren, en die zei, God is de en
plus één de dimensie. Dus als wij de wereld waarnemen als driedimensionaal, dan zegt Einstein, dan is het duidelijk dat God minstens vierdimensionaal is. Maar als we begrijpen dat de wereld vierdimensionaal is, dan is Hashem, dan is God zeker vijfdimensionaal. En als in de natuurkunde beweerd wordt, een redenering is dat de wereld elfdimensionaal is, 10 ruimtelijke dimensies en de tijd bij elkaar 11, dan zegt Einstein, dan is het logisch dat Hashem minstens 12-dimensionaal is. Maar als we in het Chassidut kijken, in de Kabbalah kijken en andere boeken, dan begrijpen we dat het je eigenlijk niet mag zeggen plus 1, want God is oneindig. Maar dat begrijpen we, dat wat we kunnen bereiken, dat is nog altijd een deel van de wereld. En Hashem is hoger dan de wereld. Dat heel uitgebreid wordt in Tanya behandeld. En hoe dat ook als waar het terechtkomt in het leren van Gemara, van Mishnah en van Tanach. Hoe de goddelijke inspiratie en de goddelijke manifestatie door ons, door dat leren, hier in deze wereld wordt gebracht. Dat zijn dus gedachten die we deze week in het boek Tanya leren. Gitat, stukje Chumash, iets van Tehillim, een stukje van Tanya, bij elkaar, de letters Gitat, en zoals in de Torah staat, Vayhi Gatat Elohim, en de vrees voor God was over de bergen. En het leren van Gitat mogen brengen dat ook de vrees en het ontzag en de eerbied voor God over ons mogen komen. Ik wens u een Shabbat Shalom.